Tadaa, wie komt uit de voorschijn? Hans. Jij bent betrokken bij de organisatie van de Nacht van de Nacht. Ja, ik doe de programmering. En we staan hier voor niks met de Dam, want dit jaar is de Dam dus, eindelijk een centraal punt tijdens die Nacht van de Nacht. Ja, en dat was voorgaande jaar inderdaad niet het geval. Hè? Voor her hebben we de helft gedaan, dus toen zijn we het een beetje gaan aftasten. We vinden ook dat die Dam daarbij betrokken moet worden. We hebben een mooie horeca hier en zo. En alleen dit jaar, zoals de meesten weten, zijn we 75 jaar bevrijd. Dus ja, dan kun je, en dat is hier getekend op de Dam, Dam 6. En Dam nummer 6, ja. Daar kun je natuurlijk niet omheen om dan hier iets leuks te gaan doen. Dus. En is dat ook een thema van de Nacht van de Nacht dit jaar dan? Of, ja, Nacht van de Fenix, hè? Dus uit de as herrezen. Dus we zijn weer hersteld natuurlijk, want we leven in een prachtige stad. Dus we hebben ons niet laten kisten wat dat betreft. Dus vandaar dat het Nacht van de Fenix is. Oké. Ja. Maar nu zijn jullie er ook bijna berucht omdat de programmering altijd laat verschijnt. Er wordt altijd druk aan gewerkt. Ja. Maar ik keek ook even op de website nog van het weekend en zag de programmering wordt druk aan gewerkt. Ja, dat klopt. Maar jij bent daarbij betrokken bij die programmering. Ja, ik doe die programmering en ik heb daar hulp bij van Helder Leren. Die is er sinds dit jaar bij. En altijd op het laatste moment komen eigenlijk de meeste acts er nog bij, er wordt altijd geschoven in die programmering, want die wil in die kerk staan en die daar op dat plantje en dan worden de dingen veranderd. Enfin, dat is altijd een beetje last minute. Vanaf september gaat het echt een beetje vorm krijgen en zo. Maar ik kan je wel vertellen dat we nu spectaculaire acts hebben en meer dan 80 acts in de stad. Dat is behoorlijk veel. Maar kan je een klein tipje van de sluier, want zoals altijd is weer het afsluitende vuurgebeuren op de markt, denk ik. Ja, dat is nu geen uil. Maar iets anders, maar dan gaan we zo maar goed, dat kunnen jullie raden natuurlijk. Maar dat zie je ook al een beetje op de poster. Ja, precies, dat wordt de Phoenix. Maar goed, met het thema Nacht van de Phoenix hebben we hier een Glenn Miller orkest waar we nu staan. Dus die, dat is ons genoeg uit Veren, die gaan Glenn Miller muziek spelen, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. We hebben daar een vuuract op de Dam. We hebben danseressen, liggen even de danseressen waar het vuurkam is. Hier hebben we muziek bij het wijnlokaal. Dus van alles te doen. Enfin, de reguliere acts die kom je even tegen, we hebben circus op het. Hoe heet dat daar? Koolkerk. Maar de Koolkerk? Ja, precies. In de kerken natuurlijk prachtige act. Museum heeft er flink uitgepakt op het Abdijplein. Maar in het verleden, want loopt het wel net als in het verleden helemaal door het van de Kloveniersdoelen? Want ja. Dat was natuurlijk altijd. Dus het is, ja. Maar hebben jullie het dan ook voor elkaar gekregen om toch weer alles, dat iedereen het licht uitdoet? Want dat is natuurlijk toch een beetje het thema, van ja. Of eigenlijk de insteek van de hele avond. Ja, nou, de insteek is inderdaad de lichtvervuiling. Hè. Dus samen met de Milieufederatie is eigenlijk die Nacht van de Nacht ontstaan. En daar houden we natuurlijk ook rekening mee. Het loopt een beetje, het wordt allemaal groter en groter. Dus het wordt een fantastisch nachtfestival. Maar wel met het oog om de stroom uit te doen. Iedereen in het donker. En dat gaan we ook dit jaar wel weer realiseren. Net als andere jaren. En daar hangt het thema aan vast natuurlijk. Dus, normaal is de uil natuurlijk. Dan kun je uilen zien als het donker is. Ja, ja, ja. Maar ja, omdat nu 75 jaar capitulatie is, wordt het dan een keertje de Phoenix. Volgend jaar is het de uil. Dus, Oké, dan komt het weer gewoon terug. Ja, nou, dit jaar draaien we het ook een beetje op aan Jacques van Aspert. Want die is helaas ons ontvallen dit jaar, begin dit jaar. En die missen we natuurlijk, want die was altijd toch wel een drijvende kracht ook achter de Nacht van de Nacht. Dus deze is ook een beetje voor Jacques, dat wil ik nog wel even melden. Nou, dat is heel mooi. Maar uiteindelijk wordt het gewoon een vrolijk en mooi feest. Ja, we hebben een geweldig team. Ontzettend leuke club waarmee we met vol enthousiasme aan het organiseren zijn. En ik zou zeggen, iedereen komt gewoon 26. En nog heel even, ja, de 26e, dat begint om. Om een uurtje, 6:30, 7:00 begint. Het is ontzettend veel. Mijn zoon die staat hier. Ach, zoon, mooi. Die gaat natuurlijk ook aanwezig zijn. Er is ontzettend veel voor kinderen ook. Ja. Je komt ook de brandweer uit, de magie dus weer. Heb jij er ook zin in? In de Nacht van de Nacht? Ik heb er zin in, Luca. Heb je er zin in? Ja, vind je het leuk? Ja. En iedereen moet gewoon lekker de 26e de stad in komen, want voor jong en oud is echt voor alles te doen. Met de torens gebeurt ook nog voor alles, maar dat is natuurlijk een verrassing. Dus allemaal komen. Vanaf 7:00, ongeveer 6:30, 7:00. En het eindigt tussen 11:30 en 12:00 met een soort grand finale op de markt. Dus, en het is gratis. En het is gratis. Behalve als je donker gaat tafelen bij de horeca, want dat kan ook nog steeds dit jaar ook weer. Dat is zeker het noemen we het nog even waard. Inderdaad, alle restaurants kunnen lekker donker tafelen bij kaarslicht en dat is eigenlijk ook karakter van de Nacht van de Nacht, hè. Daar is het eindelijk ook allemaal mee begonnen. Dus, ja, en ieder jaar bijna alles zit dan al gelijk vol. Ja, wel, dus er tijd bij zijn. Ja, dus, precies. Ja. Maar via onze site kunnen ze de betreffende restaurants vinden en ook doorboeken. Dus wie weet is er nog een gaatje. En ik ga dan toch weer even terug naar die tekst hier beneden, want die vind ik altijd zo mooi. Les absents ont toujours tort. De aanwezigen hebben altijd ongelijk. Met andere woorden, gewoon komen. Ja, top. Tot de 16e.